zal laat. En dit is wel leuk als je dat bent, want dan kun je even in een marstempootje met een muntje. Dat zien we nu. En nee. Ik ga voor Living Statues speel ik Oscar Bannenkok, de zoon van Frans Bannenkok, in het Rembrandt-schilderij. Het gele deel is nu het schilderij wat in het Rijksmuseum hangt. Het rode deel is er ooit afgesneden omdat het niet past op de locatie waar die voor bedoeld was. En het groene deel hebben we erbij bedacht en dat beeld ik uit voor Living Statues. Meneer Rienes, dit is mijn theaterdocent, die schildert heel vaak in Rembrandt-stijl. Dus dacht ik, misschien is het ook wel leuk om iets in een Rembrandt-stijl te doen, omdat het ook het jaar van Rembrandt is. Dus toen zat ik te denken met mijn vader, van wat zouden we doen? Dus dan hebben we dit bedacht. Ik heb al 4 keer eerder meegedaan en 1 keer daarvan was jury. Waar kijken jullie naar als jullie gaan jureren voor de Living Statue Festival? Natuurlijk als het wel echt op een beeld lijkt en of het ook wel stilstaat. En jij dan? Hetzelfde als hij zegt, alleen of ze ook echt goede dingen doen als ze een muntje krijgen. De meeste keren heb ik wel gewonnen en ik ben ook wereldkampioen geworden in Arnhem. Waarom ben je gevraagd voor Living Statue Festival om te jureren? Omdat ik ambassadeur ben van Overijssel van de Cultuur. Er zitten ongeveer 60 leden op Barst en er doen er ongeveer 10, denk ik, mee. Als wat ga jij verkleed? Roodkapje. En wat wil je dan precies gaan doen als roodkapje? Heb ik een mand en dan roosjes of bloempjes, geef ik dat aan hun. En waarom heb je voor Rapunzel gekozen? Ja, eigenlijk kwam mijn tante op het idee. Ik heb kort haar, dus eigenlijk weet ik niet hoe ik daarop kwam. Maar ik vond het gewoon eigenlijk wel een leuk idee, ja. Vinden jullie dat er meer kinderen mee moeten doen aan Living Statue? Ja, denk ik wel, want het is gewoon heel leuk om te doen. Ja, het is ook gewoon elke keer verschillend en elk jaar is het niet hetzelfde. En het is gewoon altijd een verrassing wie er wint. Hard rock zanger!